Nog 3 dagen en dan is het gras hier onder mijn voeten niet meer groen, maar ligt het bezaaid met plastic bekertjes. En dan staan er hier zo'n 125.000 mensen te kijken naar dit podium. Ik heb me laten vertellen dat het grootste podium is van Europa. En iedereen hier is nog steeds druk bezig, want het is nog niet klaar, maar het komt wel af. We zijn het podium aan het bouwen. Is dat dagelijkse kost voor jullie? Nee, 3 dagen is bezig. 4, zoiets. Het ziet er wel spectaculair uit. Ja, is wel leuk om te doen. Jij hebt het overzicht van hoe het allemaal moet? Ja, zoals het hoort. Alleen klopt de tekening nooit met hoe het staat op het veld, dus dat maakt het een beetje lastig. Doe je dit nou dag in dag uit, dit werk? Nee, ik doe het wel heel veel, maar ik doe het voornamelijk nog als vrijwilliger daarbij. Als vrijwilliger? Ja, het is het bevrijdingsfestival, dus het is bevrijdings voor vrijwilligers. Het wordt ook door eigenlijk alleen maar vrijwilligers gedaan. Dus nee, deze doe ik vrijwillig. En is hier nou nog een bepaalde uitdaging aan hoe je het beste kan doen? Ja, je probeert het wel eens met zo min mogelijk hekken en dat de hekken voelt recht staan. Dat is wel een echte uitdaging, wil ik het niet noemen, maar dat probeer je wel te bereiken. En dat de pispakken allemaal goed staan? Ja, en dat de pispakken allemaal goed staan. Dat is mijn doel voor deze hele festival. We liggen heel goed op schema. Het podium is inderdaad de lucht ingegaan gisteren en dat is voor de meesten wel het zijn dat het een beetje af begint te zijn. Achter de schermen moet er nog wel heel veel gebeuren, zoals ook wel te zien is. Er staat veel, maar die afvalbakken daar, dat is niet een heel charmant gezicht. Dus er moet nog wel het een en ander gebeuren. Maar we hebben tot 4 mei. Af en toe gebeurt dat een ongelukje, hè? Dus, wat is er gebeurd? Ik heb een rijplaat op mijn duim gekregen. Dus er zitten een paar hechtingjes in. Ja, ik probeer een beetje mee te helpen zoals het kan met één hand, maar dat is erg lastig inderdaad. Ja. Het is erg jammer dat het niet lukt op dit moment. Waar zijn we hier? In de headquarters van het Bevrijdingsfestival voor logistiek. En wat betekent dat? Wat doen jullie hier allemaal? Hier komen alle telefoontjes binnen, berichten, leveranciers die komen zich hier melden. En wij zorgen dat iedereen weer zijn weg kan vinden. Dit is 11e jaar, inderdaad. Dus ik ben begonnen bij horeca. Eerst gewoon tappen op 5 mei en telkens meer gedaan. Het is ook een beetje een soort van een familieklusje, hè? Een hoop mensen die dat elk jaar samen allemaal met elkaar opbouwen. Dat klopt helemaal. Ja, de coördinatoren, de meesten doen het al jaren. En dat is echt wel een hecht team die er vrij voor nemen. Die hier een week vrijwillig staan te bikkelen. Dus zonder al onze vrijwilligers is er ook zeker geen festival mogelijk. Het is heel mooi dat heel veel mensen hier langskomen. Dat we het met allemaal vrijwilligers doen. Een grote familie. En vrijheid moet je altijd vieren. Dus waarom niet met heel veel muziek? Hou je nou zelf niet echt van die mega mensenmassa's? Ik bedoel, het is nogal wat, 125.000 man. Dan heb ik goed nieuws voor je, want wij zijn er ook gewoon live bij. Dus je kan ook lekker op de bank gaan zitten. Zondag vanaf 9 uur begint die uitzending. We gaan denk ik door tot een uurtje of 11, 12. Allemaal leuke interviews met Miss Montreal en Raccoon bijvoorbeeld. En alle mooie optredens kan je ook gewoon live zien bij TV Oost.